we staan hier in het Simek Theater, want we organiseren vanavond een prikkeling. Samen met nog een aantal anderen maken wij een voorstelling vanavond over de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel. Wat wij willen bereiken is dat de kennis rondom LGNH beter met elkaar gedeeld wordt. Dat we elkaar scherp houden. Wij denken namelijk dat we iets heel moois in huis hebben en dat we daar ook goed in zijn. En om dat te verstevigen hebben we het bolwerk gevormd. En dat is een samenwerking tussen de verschillende locaties om dat stuk LGNH binnen Renaarden, maar zeker ook daarbuiten, op de kaart te gaan zetten. Er is nog heel veel onbegrip over de mogelijkheden van wat je in je dagelijks leven hebt als je hersenletsel hebt. Daar heb ik zelf ook last van. En ja, kijken hoe dat anderen dat beleven en zo. Mijn hele leven is veranderd. Mijn hele leven is op zijn kop gezet. Ja. We brengen wel onze eigen verhalen, maar we proberen altijd positieve dingen erin te zien en zelfs de gekte mee te steken. Ja, je ziet een beetje waar je een beetje tegenaan loopt, hè? Maar ja, waar je zelf ook een beetje hebt eigenlijk. Ja, misschien kun je nou eventjes iets van opsteken of zo. Omdat ik zo hoop om nog een stukje verder te komen. Ja. Wij willen bereiken dat er meer begrip komt voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. En dat mensen met hersenletsel zich gehoord voelen. Dank u wel. Hij haalde veel dingen naar voren, wat ik hoorde, had ik naar voren, want die heb ik zelf ook meegemaakt. Het behandeld wordt of jij niet helemaal honden bent, of dat je wel bezopen bent en dat soort dingen. Alleen maar hele reacties. Hele bijzondere, mooie, dankbare reacties krijgen we. En daarom gaan we door. Wat ik weer meeneem is de kunst van het luisteren, van het echt luisteren. En het belang om daar inderdaad open voor te staan. Van mensen tot elkaar en de gelijkwaardigheid. Ja, dat heeft het mij gebracht. Dus dankjewel.